In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Shara. Zij voelt zich aangetrokken tot dieren, wat zoofilie heet. Kattenfilmpjes of hondenfilmpjes? Hondenfilmpjes. Wel of geen huisdieren? Wel. Dierentuin of kinderboerderij? Kinderboerderij. Vertellen of geheim houden? Ik vind vertellen, maar voor anderen geheim houden. Wel of niet opgewonden worden van dieren? Wel. Wat is je lievelingsdier? Om te hebben een paard, maar om te zien en van kwaliteiten, een jaguar. Wat heel grappig is, want eigenlijk ben ik allergisch voor katten, dat een katachtige lievelingsdier is. Maar ja, een jaguar. Maar je maakt nu ook wel een interessante tweedeling, vind ik. Want je zegt, mijn lievelingsdier is dat, maar om te zien? Ja, een lievelingsdier om te hebben, een paard, daar kan ik heel goed mee inleven. Ik hou van paardrijden. Dus daarom hou ik zo ontzettend van paarden. En dan van wat te kleine huisdieren. Eigenlijk is het moeilijk om een dier te noemen waar ik niet van hou qua huisdieren. Maar laten we even helemaal bij het begin beginnen. Wat is zoofilie? Zoofilie is dus dat je je aangetrokken voelt tot dieren voor seks. Het kan een fantasie zijn, maar zoofilie, je hoort dan de naam zoo. Dus Engels voor dierentuin, zoofilie. Dat je gewoon van dieren houdt. Ook op seksuele manier. Ja, dus het is niet alleen een liefdesrelatie, maar het is ook echt seksuele aantrekkingskracht. Ja, ik zou niet zeggen dat ik echt hoor van mensen die verliefd zijn op dieren, die het niet seksueel ermee doen. Want natuurlijk kan je van je dier houden, maar dat is net zoals elk huisdier waar je van houdt. Maar zoofilie gaat nog een stapje verder. Je hebt dus zoofilie, dus ik zou echt een zoofiel zijn, want ik praktiseer niet. Maar je hebt ook bestiality. Bestiality in het Engels term is wel, als je dat opzoekt, dan krijg je echt van die illegale pagina's. Met waar ze echt dierenseks hebben. Dus dat is dan weer bestiality. Is het dan legaal? Nee, in Nederland is het absoluut niet legaal. Dus ik zou het vooral adviseren. Doe het gewoon niet en doe het ook niet thuis. Maar op zich is zoofiel zijn, dus niet praktiserend zijn, toch niet strafbaar? Want je doet toch niks? Ah, inderdaad. Het is niet strafbaar. Als je dan toch niks doet met dieren, waarom zit je hier dan toch onherkenbaar? Ook zou ik hier legaal kunnen zitten zonder. Kies ik er toch voor om het onherkenbaar te doen. Want ook, ik ben ook een van die vervelen spreekt. Want er zitten vast veel meer mensen thuis die er niet over durven te praten. Nou, ik durf er wel over te praten. Ik zou het zelfs ergens wel niet anoniem durven doen, maar ik weet niet of dat verstandig is. Ja, het is ook gewoon voor je eigen veiligheid, toch? Ja. Weet je waar je zoofilie vandaan komt? Ik ben heel gelovig opgevoed. Dus ik dacht eigenlijk van pornografie kijken met mensen was fout. Dus ik ging kijken op YouTube of zo naar dieren die gingen paarden. Want dat mocht dan in mijn hoofd wel. En dat klopte gewoon meer of zo. Dat was minder slecht dan als ik met mensen zou kijken. Dus op die manier is er mij ingekropen eigenlijk. Maar dat zou in mijn hoofd toch nog wel een stapje zijn. Van mensen naar dieren. En klopt, dat kwam toch wel later. Ik vond BDSM, ik vond kink interessant, dit interessant, dat interessant. En met dieren begon ik ook steeds interessanter te vinden. Totdat ik ook gewoon op YouTube, op Pornhub, liever geanimeerde dingen ging kijken. Ook al was het met monsters, met mensen, meiden of dieren. Dus zo is er mij steeds meer geworden tot ik dacht van, ja, ik heb eigenlijk zoofilia. Maar weet je nog wat je de eerste keer voelde toen je voor het eerst naar dierenseks keek? Interesse eigenlijk. Ik was gewoon super nieuwsgierig. En ik denk dat het begon rond mijn 14e, toen ik ook zelf een beetje seksueel met mijn vampieren. En dan ben ik gewoon aan het ontdekken. Dus voor mij was het gewoon een nieuwe ontdekking eigenlijk. Maar ik weet nog wel dat ik voor het eerst op een dierenseksfilmpje keek. En dat ik echt zoiets had van, het zijn dieren. Maar dat had jij dus niet. Als een dier is met een grote piemel, ja. Voor mij was het dan, ik vond het helemaal op. Maar het hangt echt af van wat je kijkt. Want er zitten ook dingen tussen die keken dan uit interesse. Maar dacht ik van, oké, hier ga ik absoluut niet goed op. Maar schrok je er zelf van of dacht je van, het is gewoon iets wat ik ook leuk vind? Ja, dat is dus. Eerst schrok ik er wel heel erg van. Maar op termijn toen dacht ik, het is toch ook een kind en ik doe er niks mee. Dus waarom zou ik mezelf ervoor schamen? Als het gewoon iets is waar ik graag over lees. Maar zijn er bijvoorbeeld dieren waar je specifiek op valt? Ja, en je wil heel graag weten wat het zijn. Maar voor mij is het paarden en honden. Ja, en het formaat is meer passend aan de mens. Vooral jonge paarden, dat is vrij groot. Maar ja, daar ga ik goed op. Ja, en als ik een soort honden, grote honden, herdershonden, huskies, grote honden, daar val ik wel een beetje op. En wat maakt dan dat je juist grote honden?
heb je een klein chihuahua gezien, zou je denken van schaal van oké, okay, je moet het optillen, wat moet je doen? Nee, ja, vandaar grote honden, want ik heb een eigen kracht. Ja, die kunnen gewoon lekker rammen. Ja, zo, ja, je zegt het wel mooi, dat is waar. Ik zie mezelf met een klein chihuahua niet doen. Maar, en heb je dan alleen die seksuele aantrekkingskracht bij honden en paarden? Ja, is het wel. Want ik denk van een vogel, ja, hoe? En kleine honden denk ik van, nou ja, moet ik je optillen of zo? Als ik dan door een dier genomen zou worden, dan zou ik weer gedomineerd willen worden door dat dier eigenlijk. Maar is het een beetje te vergelijken met dat ik ook bijvoorbeeld op een bepaald type jongen zou kunnen vallen en jij hebt dat dan bij paarden en honden? Zeker. Ja, bijvoorbeeld, stel je bijvoorbeeld een voorkeur voor zwart haar en groene ogen of zo. Ik kan dat hebben bij een husky van met die mooie blauwe ogen en gewoon een mooie vacht. En voor de rest, als ik dan met een dier zou gaan, dan zou ik wel gewoon echt een heel mooie dier willen. Maar op zich, die dingen die je beschrijft, dat vind ik bijvoorbeeld ook heel fijn aan dieren. Maar hoe verklaar je dan dat jij wel echt nog die seksuele spanning voelt? Dat is misschien een beetje kinky om aan te leggen, maar ik vind het idee van de ruigheid, want als je dieren hebt, ze zijn ook vrij ruig. Ja, ik ga wel op. Voel je je ook aangetrokken tot mensen? Ja, zeker. Ja, want je hebt dus een vriend. Ja, ik ben zelfs biseksueel, maar voor relaties heb ik liever met een man. Maar een vrouw vind ik seksueel ook aantrekkelijk. Maar als je even kijkt naar een soort van spectrum, is het dan zo dat je, 70% tot dieren aangetrokken bent en 30% tot mensen? Of hoe zou je dat zelf? Nou, ik zou zeggen, het aangetrokken tot dieren wordt steeds minder. Maar van masturberen word ik wel meer aangetrokken tot dieren als ik aan het masturberen ben. En lezen dan vind ik de verhalen gewoon interessanter. En misschien ook omdat het een beetje het idee heeft dat het juist een taboe is en dat het juist een beetje fout is. En gaat daar gewoon goed op. Maar echt in real life zou ik zeggen dat ik echt inmiddels wel 80% aangetrokken voel tot mensen en maar 20% tot dieren. Dat neemt gewoon steeds weer af omdat ik er niks mee kan of mag doen in dit land. Ja, maar zo heb je natuurlijk heel veel porno-genres die in het echt niet zouden kunnen en wat je ook in het echt niet zou willen. Maar dat heb jij dus met dierenseks, dat zou je wel in het echt willen. Ja, omdat ik daar eigenlijk zie minder fout in dan een moeder met haar zoon of zo. Ik vind een seks met een hond of met een paard, vind ik eigenlijk. Ja, ik vind het cool, maar voor mij voelt het minder fout. Hoeveel mensen uit je omgeving weten dit eigenlijk? Weten mensen het? 2. Dus hier zijn de derde. Ik voel me vereerd. Maar laten we even naar het moment gaan dus dat jij het tegen je vriend zei. Mm. Hoe ging dat? Hij was echt vrij accepterend. Hij ging er vrij accepterend mee om. En ik had hem ook gelijk uitgelegd dat ik nooit iets zou denken om te doen met dieren hier in de zaal. Ik kan dan het ook beter van mij aannemen, volgens mij. Maar hij was echt heel lief mee om. Maar hoe zei je het? En na hoe lange tijd dat jullie samen waren? Ik denk dat ik het zijn een stuk of 5 maanden hebben samen. Dus op zich vrij vroeg in de relatie nog. Inmiddels hebben we meer dan wel veel langer. En ik zei, ja, ik moet je eigenlijk iets vertellen, want ik voel me ook aangetrokken tot dieren. En toen heb ik het dus eerst aan hem verteld. Op die manier van, ja, ik vind dieren ook seksueel aantrekkelijk. Maar ik doe er nu niks mee en ik ga er ook niks mee doen. Ook als je vrouw zei dat niet wil. Ze zei, bevestigde hij dat hij het liever niet zou hebben ook. Maar je hebt het dus niet aan je ouders gezegd? Nee, dat ga ik ook niet doen. Want mijn ouders gingen al weten toen ik zei dat ik bi was. Ja, ik had ooit verteld dat ik bi was. En ze denken nu gewoon dat ik weer normaal hetero ben, want ik heb wel gewoon een mannelijke partner. Maar toen ik 16 was, zei ik tegen mijn moeder van ja, ik denk dat ik bi ben. En toen ging ze huilen, dus laat staan dat ik dit zou zeggen. Nee, dat zou ik zeker niet zeggen. Heb je ook seks met dieren? Nee. Ook nooit gehad? Nee, nooit gehad. Is dat dan wel je grootste fantasie? Ergens wel, maar ik wil ergens ook niet. Bijvoorbeeld als ik deze kink heb en mijn partner kan er niet tegen, dan ga ik niet tegen zijn wil en dan neem ik zich liever mijn partner. Want ja, met een dier, je kan er seks mee hebben, maar je kan er geen relatie mee hebben. Dus als ik stel dat het mijn relatie zou verpesten, dan zou ik het niet, never nooit doen. Maar als dat dan wel een fantasie van mij zou zijn, als het dan zou gebeuren, dan ben ik ook wel heel benieuwd naar bijvoorbeeld het hoofd van een hond te krijgen. Dan ben ik van een hondentong. Ja, ik moet er dan toch even aan wennen dat jij zegt hoofd krijgen van een hond. Die hoor je niet vaak voorbij komen. Ja, likken als Lassie. Likken als Lassie. Maar stel je zou leven in een wereld waarin het wel zou kunnen en je vriend zou er oké mee zijn, dan zou je het wel willen? Ja, ik wel.
Als het geen taboe zou zijn, als het legaal mocht en mijn partner was er oké mee, prima. Ja, dan zou ik gewoon vergaan. Ben je het daarmee eens dat het niet kan? Nou, het kan natuurlijk wel, maar ik ben dan bereid voor de consequenties. Want dan zit er natuurlijk wel consequenties aan. Dat is gewoon geen verstandige keuze. Maar nu denk je ook wel na over de consequenties dat het voor jouzelf heeft. Mm-hmm. Hoe voel je je over de consequenties die het misschien voor het dier zou kunnen hebben? Ja, daar heb ik het makkelijk in als vrouw. Want als dier, ja, als ik een mannelijke dier, die wil ik gewoon lekker neuken. Ja, een vrouwelijke dier, ja. Daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen, want ik ben een vrouw. Maar jij denkt dus inderdaad van een dier vindt het gewoon altijd, een mannelijk dier vindt het altijd gewoon wel lekker om te neuken. Nou ja, ik heb als van die filmpjes van paarden onderweg naar de waar ze gaan paarden. Die lopen echt van mij van, oh ja, ja, ik ga even lekker een vrouwtje dekken. Daar heb ik er zin in hoor. Dus ik twijfel eigenlijk niet aan dat vooral de grotere dieren die gewoon menselijk gezien passen met mensen. Als ik het zo goed uitleg. Dat die er geen tegenzin in hebben. En anders doen ze het gewoon niet. Maar als je gewoon zelf masturbeert, waar fantaseer je dan over het liefst? Meestal honden. Maar meestal ga ik dan zo'n verhaaltje lezen. Zo'n man met een hond die komt van een vrouw tegen. Geeft een ei over zijn bol en hij duikt gelijk zijn neus. Ja, poesie, ja, vijfde. En dan zegt die man zo van ja, daar heb ik hem op afgetraind. En ja, dan gaan ze later in het verhaal gaan ze dan ook echt, seks hebben met die hond. En dan ook die man, ja. Dan lees ik dat soort dingen. En lees je het dan graag? Of beeld je je dan dus in dat jij wordt geneukt door die hond? Oh ja, ik beeld me dat zeker in. Ik bedoel, als ik mijn dildo was op mijn hand, dan ga ik niet alleen het verhaal lezen voor de lol. Dan denk ik ook met mezelf lezen. Ja. Ja, en is dan een soort van het ultieme in jouw fantasie dat je dus wordt geneukt door die hond? Ja, en liefst daarna ook nog het baasje van die hond. Ja. Het gaat voor mij wel samen. Het is niet alsof ik een afkeer heb van mensen. Ik vind mensen leuk en ook dieren leuk. Dus het liefst allebei nog samen in die fantasie. Welke rol speelt jouw zoofilie in je huidige seksleven? Voor mij is het dat ik af en toe fantaseer dat ik bijvoorbeeld... Ik heb een keer gefantaseerd dat ik een konijntje was. En mijn vriend dan een grote wolf was of zo. Is groot genoeg om me helemaal levend op te kunnen eten of zo. Zoiets. Dus soms kruipen die fantasieën er wel tussen. Maar dit is niet zomaar prik. Het is niet alsof ik het elke keer nodig heb om klaar te komen dat ik daar zo'n rol in beeld. Maar ik vind het idee ik vind de doggy position vind ik ook wel heel leuk. Want dan voel ik me gewoon onderdanig en dan voel ik me gewoon klein vergeleken bij mijn vriend. Maar je af en toe ook echt gewoon gedragen als een dier tijdens de seks, dat vind je dus ook wel lekker? Zeker. Daar ga ik heel goed op. En daar staat je partner dus ook voor open? Ja, vind ik wel. En dat heeft toch ook wel van richting mij wil komen qua hoe noem je dat? Een concession. Ja, hij is ook bereid om naar mij een paar stappen toe te nemen, omdat ik het geld vind. Dat hij dat toch ook een beetje doet. Of een hand om mijn keel. Dat zeg maar van, dat voelt me echt als een prooi dier, weet je wel, dat beetgenomen is. Een aanvallend dier. Daar ga ik gewoon goed op. Ja, dat vind ik heel graag. Want ik vraag me af, als jij dan zegt van dan beeld ik me in dat ik een klein konijntje ben. Ga je dan ook echt zitten als een konijntje? Of ga je dan een beetje sniffelen? Of? Ja, soms doe ik me gewoon, dan trek ik me expres terug alsof ik aan het ontsnappen ben. En voel je aan het ontsnappen ben. En dan vind ik het leuk als hij me dan een beetje achterna jaagt. Of me bijt. Dat vind ik heel leuk. Ja, dus je wil echt zo in de rollen kruipen van die dieren? Eigenlijk wel, ja. En wat voor dieren vind je dan nog meer geil om te zijn? Eigenlijk van onze zijn zelf alles. Voor alles wel. Niet iets zoals een orka of zo, want ik heb geen flauw idee hoe ik dat moet uitvinden. Dus dat dan weer niet. Maar voor alles. Ja. Want een orka moet je gewoon zelf. Ja, precies. Moet ik een keer zwemmend of zo? Nee, ik heb geen flauw idee hoe ik dat voor elkaar ga brengen. Maar ik vraag me ook af, als in je fantasie het je grootste fantasie is om een dier te zijn of met een dier te willen doen, is een mens dan een soort van tweede keus? Of is dat toch dan iets minder? Of denk je van, nou ja, dan dat maar? Nou, ik zou zeggen, alle mensen die niet mijn vriend zijn, zijn mijn tweede keus. En als ik zou moeten kiezen tussen naast mijn partner een dier of een mens, zou ik een dier kiezen. Maar mijn huidige partner komt sowieso wel op de eerste plek. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo, dat was hem. Hey, drink je eigenlijk liever met een papieren rietje of een metalen? Oh, de papieren rietjes en zo, doe maar dan metalen. Of plastic. Ja, niet voor plastic eigenlijk, maar dat mag niet meer tegenwoordig, hè, dus... Cancel.